Leuk, want we zijn dit keer zelfs met z'n vieren, zoals je ziet. En we hebben, ja, denk ik, een leuke aflevering voor ons liggen. Mijn reden was dat ik heb natuurlijk een achtergrond als consultant ook. En ik heb veel verschillende tools, heb ik bedrijven mee geholpen. Maar toen ik bij Heineken in 2016 begon, daar hebben ze voor Power BI gekozen, dacht ik, hé, dat vind ik wel. Het is de eerste tool wat ik anderen kan uitleggen. Met wat ik ook vaak deel met mijn cursisten. Dat je iets probeert in Excel, dat lukt allemaal maar niet. En je probeert workarounds te verzinnen en gekke trucjes uit te halen om die performance van het Excel-bestand een beetje in leven te houden. Toen sprak ik iemand die zei: je moet het tussen Power BI doen. Het moment dat Power BI, daar moet ik iets mee gaan doen, dat kwam toen mijn eerste baas tegen me zei: Power BI, dat wordt straks in een beta gereleased, wil je daar eens naar kijken? Ik had een hele leuke tijd met mijn werkgever gehad, maar ik wil het toch echt wel zelf gaan doen. Ik kom ook uit de finance en ik heb daar heel veel Excel misbruik gezien, wil ik wel zeggen. Ik ben in dat opzicht lui. Ik hou niet van heel de tijd hetzelfde trucje herhalen. Iets van een computer veel beter kan doen, dat wil ik niet graag doen. En toen werd er al op de wandelgangen gesproken over Power BI en dat is een mooi programma en dat kan van alles. Tot volgende week eventueel. Doeg. Ciao. Hoi.